Willem II heeft zaterdag de nauwe noot een punt gepakt bij VVV Venlo. Barolo mewocht bescheid op zijn ploeg met drie treffers aan een punt. 3-3. Ondanks het gelijkspel blijft Willem II onderin hangen. De ploeg van coach Sherwin van der Looy pakte pas 11 punten. Dat zijn er vier minder dan middenmotor VVV. Vito van Krooi zorgde al snel op fraaie wijze voor de 1-0 in de koel. De andere vijf treffers vielen naar rust. Damian van Bruggen verdubbelde de Venlo's voorsprong. Waarna Oogbees een, een schot van Ismail Yazawa van richting veranderde... 2-1, Clint Leemans maakte uit een strafschop 3-1, maar via wederom mocht het 3-2. De Nigeriaan zorgde in blessuriteit ook nog eens voor 3-3, VVV begon ijzersterk aan het duel en voetbalde binnen 7 minuten al 3 kansen bij elkaar. Doorman Matthijs Branderhorst was bij de eerste twee mogelijkheden bij de les, maar was bij de derde kansloos. Van Krooi schoot de bal van afstand zeer fraai in de verre hoek, daarna was het lang wachten op het volgende hoogtepunt. VVV hield het initiatief. Maar werd niet echt gevaarlijk. De Tilburgers kwamen er lang amper aan te pas, maar doken tien minuten voor rust ineens gevaarlijk op voor het vijandelijke doel. Een kopbal van Frans Sol kon maar net worden gekeerd door doelman Lars Hunnerstal. Ook na rust opende VVV sterk. Nadat Van te vergeefs om een strafschop had gevraagd, zorgde Van Bruggen vier minuten na de hervatting voor 2-0. De middenvelder, die vorige week tegen Feyenoord ook al trefzeker was. Verdubbelde de voorsprong door de bal uit een hoekschop onder door te Schuiven. Na een nu werd het plots 2-1, toen in van de de bal via de voet van teamgenoot Trogbis en een verdediger van VVV binnenwerkte. VVV verdubbelde de voorsprong echter al snel. Toen de bal na een overtreding van Joop van der Linden op Lennart die de stip ging. Leemans maakte vanaf 11 meter geen fout. Wederom Ogbisje bracht Willem 2 een kwartier voor tijd echter weer op 3-2. De Nigeriaan kopte uit een hoekschop raak. De Tilburgers gingen vervolgens vol voor de gelijkmaker en kregen loon naar werken. Ogbisje schoot van dichtbij raak en bezorgde zijn ploeg zoals nog een punt.